Edwin, ja, ik heb in mijn jonge jaren vogeltje lag ik met een verrekijkertje in de sloot. Bij ons achter, in de sloten. Alleen maar weiland. Ja. Haviken had je toen bijna niet meer. Die waren allemaal DDT en zo. Nog op enkele buizen zag je rondvliegen. Dat was slecht met de vogels. Maar goed, dat ging over mijn jeugd. Ja. Daar staan wij hier niet voor om te praten over mijn jeugd. Wij praten over het heden. Wel in de museumfabriek. Ja. Klopt. En je hebt weer twee voorwerpen uit de boog getrokken. Ja, het gaat eigenlijk om deze. En dit is een robothavik. Ja, ik heb het ding wel eens eerder gezien. Hij heet Robert. Robert. Ja, en hij is van het bedrijf. Van Robert. Clear Flight Solutions. Clear Flight Solutions, ja. Uit Enschede. Ja, Enschede's bedrijf. Ja. Hier op het vliegveld gevestigd ergens of zo. Ja, geloof het wel. In ieder geval daar oefenen ze. En het bijzondere is, en wij kennen, het is een drone. Dit is een drone. Dit is een drone. Ja, maar drones, ik vind het lief dat je het zegt en ik geloof je eigenlijk ook wel. Ja. Maar drones hebben rotortjes. Hè? Ja, en dat is natuurlijk wel het bijzondere. Want ik ken eigenlijk geen andere drone die gewoon in de vorm van een vliegtuig met flappen. Deze klappert met zijn vleugels, als een vogel dat doet. Ja. Sterker nog, dit is een havik, die heeft een bepaald vliegpatroon. En dat is, heb ik op het filmpje gezien. Flap, flap, zweef. Ja, dat is hoe die voortbeweegt. En dat doet deze ook. Dus ze hebben ook echt het vluchtpatroon van een havik nagebootst. Ja. Maar dit ding vliegt gewoon echt. Ja. Deze niet, deze moet je heel ver gooien. Maar normaal gesproken zit hier een motortje in. Ja. Het is wel een mooi ding, zeg. Ja. Hey, en waarom hebben jullie nou dit in de collectie? Want dit is het is geen historisch artefact. Dat zal het misschien ooit worden, maar... Ja. Nou ja, weet je, het gaat toch ook om een mens heeft altijd een droom gehad om te vliegen. Ja. En wij hebben een grote natuurhistorische collectie. En het is altijd leuk als men naar de natuur kijkt, om daar te kijken wat kan je ervan leren, wat kan je ermee doen. Mimicry. We hebben haviken in de collectie. Dit is dan een drone havik. Ja, en je ziet, hij lijkt er echt heel erg veel op. Ja. Het patroon is hetzelfde. Ja. Dit is 3D geprint helemaal. Het is met de hand beschilderd. Het is best licht ook, hè? Dat komt natuurlijk door dat het heel luchtig is. Ja. Er zijn overal gaatjes in, maar dat moet natuurlijk ook. Maar... Ja. En dat is best bijzonder en dat het hier in de regio ontwikkeld is. En het doel van deze vogels, want je moet natuurlijk een bedrijf oprichten, dan moet je geld verdienen, is hij zocht een manier om vogels bij vliegvelden te verdrijven. Want als een vogel een botsing veroorzaakt met een vliegtuig, het vliegtuig zijn. Stort niet meteen neer, maar je hebt toch flinke schade. Ja. Het kan ook echt gevaarlijk zijn. Hè? Ik bedoel, en dat deden ze, ik weet dat ze dat rondom Schiphol en zo worden ook ganzen afgeschoten. Die worden gewoon afgeschoten, want het is gewoon te gevaarlijk. Ja. Ze proberen dit zou dan een vriendelijke manier kunnen zijn om ervoor te zorgen dat je minder gevogelte vliegvee rondom. En want hij ziet er dus zo echt als een havik uit. Ja. En hij heeft ook hetzelfde vluchtpatroon dat 75% van de vogels die denkt dat dit een echte havik is en die gaat vandoor. En je hebt natuurlijk wel valkeniers die zichzelf ook verhuren om vogels te verjagen. Het nadeel daarvan is dat je neemt zo'n valk mee of een havik of wat voor dier dan ook. Die laat je vliegen, maar na een paar rondjes heeft hij het wel gezien. Ja. En hier stop je een nieuwe accu in en je gaat maar door. Kan eindeloos voort. Ja. Hey, dan heb jij hier het soort van het levende lijf, het leefje. Je zei net van er zijn een aantal vogels die zijn met gif in de. Deze vond ik inderdaad. Deze is, komt uit Holte. Okay. En is inderdaad, door vergiftiging is die om het leven gekomen. Oh, ja. Dat zal hem of haar, dat weten we niet natuurlijk. Nee. Ik heb al even in de onderkant zitten kijken, maar dat is onduidelijk. Hem of haar is niet overkomen. Nee. Robobird. Ja. Hier in het museum, in de museumfabriek. Ja, een Enschedees bedrijf. Ja, mooi. Ja.